Billy Bones presenteert De Tempeljagers. De wraak van Raveneiland. Geschreven door Michael Reefs. Voorgelezen door Joost Burger. Aflevering 10. De Ravenscepter. Lara heeft haar pistool op de ravenman gericht. Geef je over, roept ze. En ze lost een waarschuwingsschot. De ravenman verroert zich niet. Draai je nu om, roept Lara. Anders zal ik moeten schieten. Maar de ravenman negeert haar. Finn, kom hierheen, roept Tess, die achter Lara op de tafel is gaan staan. Finn is niet van plan op te geven. Als hij maar wist wat hij precies met die ravenkoppen aan moest. Ze zweven nog steeds doelloos door de tunnel. Hij heeft er tientallen tot leven weten te brengen met zijn bloed. De ravenman kraakt zijn nek en heft zijn armen. Lara lost een schot in de vleugel van de ravenman. Maar het lijkt niets uit te halen. Ze pakt een van de omgevallen stoelen en gooit deze naar hem toe. Maar de stoel versplintert zodra hij de ravenman raakt. Hij is te sterk, Lara, roept Tess. Ineens krijst de ravenman oorverdovend. Finn drukt zijn handen tegen zijn oren, bang dat zijn trommelvliezen scheuren. Overal verschijnen er raven die op de brede schouders van de ravenman gaan zitten. Twee raven razen op Finn af. Hij rent achteruit door de tunnel en slaat met zijn handen om zich heen. Als de raven een uitval naar hem doen, schreeuwt Finn het uit en duikt naar de grond. Er verzamelen zich steeds meer raven om hem heen. Ze landen op zijn rug en halen met hun scherpe snavels naar hem uit. Opstaan, roept Lara plotseling. De raven vliegen er vandoor. Finn springt overeind en rent achter Lara aan. Terug de grot van de ravenman in. Het wezen staat precies in het midden, omringd door tientallen raven. Ze cirkelen om hem heen. Concentreer je, Finn, zegt Lara. Haar shirt is gescheurd en er zijn strepen bloed op haar armen zichtbaar. Alleen jij kunt hier een einde aan maken. Tess heeft me over de brief verteld. Maar... Je kunt dit, Finn. De ravenman heeft jou uitgezocht. Ze maakt haar zin niet af, want Lara wordt naar achteren getrokken en door tientallen raven opgetild. Als een spook zweeft ze tussen de raven door naar de ravenman. Daar wordt ze op de grond neergelegd. Tess heeft zich achter een rechtopstaande tafel verstopt. Naast haar zijn de voeten van Noah te zien. Als er weer een paar raven op Finn afvliegen, rent hij terug naar de tunnel. Het is nu of nooit. Hij concentreert zich op de ravenkoppen en spoort ze aan om de ravenman te verslaan. Dood hem, roept Finn. Maar de koppen vliegen in een rustig tempo langs elkaar heen, alsof ze op een heel ander commando wachten. Finn blijft radeloos staan. Hij weet echt niet wat hij moet doen. Concentreer je, roept Tess van achter het tafelblad. Hoe dan? Roept Finn terug. Plotseling draait de ravenman zich om en loopt langzaam op Finn af. Hij trekt zijn snavelachtige mond open, alsof hij opnieuw wil gaan zingen. Finn voelt de controle over zijn lichaam weer afnemen. Hij mag niet opgeven. Ook al is de ravenman sterk, Finn weet zeker dat ze hem nu kunnen verslaan. Nee, roept Finn keihard en hij rent naar voren. Al zijn aandacht is nu bij het verslaan van dit wezen. Finn kijkt recht in de helderblauwe ogen. De ravenkoppen reageren op Finns plotselinge aanval. Ze duiken één voor één op de ravenman af en de koppen hechten zich aan zijn lichaam. Finn komt overeind. Het is een bizar gezicht. Er zitten nu zoveel ravenkoppen aan de ravenman vastgeplakt dat hij niet meer kan opstaan. Verwoed probeert de ravenman zijn vleugels op te slaan. Maar het gewicht van de koppen drukt zijn vleugels naar binnen toe. Verderop komt Tess tevoorschijn. Ze blijft op een veilige afstand staan. Is het nu voorbij? Vraagt ze hoopvol. Daar komt Lara versuft aangelopen. Ze wrijft met een hand over haar voorhoofd. We moeten zo snel mogelijk de schat vinden. Er stond geen aanwijzing meer op het bruine vel, zegt Finn. Tess' ogen worden groot. De sleutel die de raven hebben afgepakt. Hij moet hier ergens liggen. Finn houdt de ravenman nog steeds in de gaten. Hij durft niet weg te lopen, bang dat het wezen weer opstaat en hem alsnog grijpt. Dan valt zijn blik op zijn broer. Noah ligt nog steeds achter de tafel. Voorzichtig komt Finn dichterbij. Met een bonzend hart gluurt hij om de tafel heen. Het gezicht van Noah is krijtwit. Finn buigt voorover
en voelt aan Noah's pols. Hey, zegt hij met een trillende stem. Noah? De ogen van Noah gaan open. Is de ravenman weg? Vraagt hij dan. Finn weet van opluchting en blijdschap even niets te zeggen. Hij duikt bovenop zijn broer en knuffelt hem plat. Hey joh, doe even rustig aan, gast. Ik ben net weet ik niet hoe lang buiten Westen geweest, grijnst Noah. Finn grijnst terug. Oké, kom op, we moeten de schat snel vinden. Jongens, roept Tess dan. Ik heb de sleutel! Noah en Finn rennen naar Tess, die bij een dode raaf staat. Hij heeft de sleutel stevig tussen zijn snavel geklemd. De ogen van het dier zijn bloedrood. Jullie moeten terug naar het château, zegt Lara opeens. Ze staat een stukje verderop bij een schilderij. Ik weet waar de schat zich bevindt. Hoe bedoel je? Vraagt Tess verbaasd. Lara draait zich om. De sleutel hoort bij een kast die in de galerie staat, zegt ze. Als jullie de tekeningen op de muur volgen, ben je zo buiten. Als Lara een stap opzij zet, ziet Finn ineens het schilderij. Het is van Agnes Stervenslag. Finn slaat een hand voor zijn mond. Dat schilderij heeft onze moeder gemaakt, zegt hij. Zat de ravenman achter de inbraak? Vraagt Noah, die net zo verbaasd is. We hebben het er later over. Ga nu alsjeblieft, dringt Lara aan. Ik hou de boel hier in de gaten. Finn en Noah staan al in de tunnel, maar Tess treuzelt. Weet je het zeker? Vraagt ze nerveus. Ik kan sneller rennen dan jullie. Ga maar, zegt Lara. Eenmaal buiten rennen Finn, Noah en Tess dwars door het bos richting het château. In de galerie is niemand aanwezig. De meeste glasscherven die de inbraak heeft veroorzaakt zijn bij elkaar geveegd en opgeruimd. Hier, zegt Tess en ze geeft Finn de ravensleutel. Finn loopt met de sleutel naar de enige kast waar geen schade aan is. Hij herkent het meubelstuk als de kast waar zijn moeder eens over heeft verteld dat hij niet meer openging. Finn steekt de sleutel in het slot. Hij draait het een kwartslag en dan klinkt er een klik. De deuren zwaaien open. De meeste planken zijn leeg, maar op één plank ligt een voorwerp. Het kan niet anders dan dat dit de schat van Raveneiland is. Finn ziet een staf met een bol bovenop. Er zitten twee grote ravenvleugels aan vast. Pikzwart, net zoals de raven zelf. Finn houdt zijn adem in. Dit is het moment waar ze zo lang op hebben gewacht. Wauw, zegt Tess. Wat is dit? Finn kijkt vol bewondering naar de staf. Hij ziet zijn eigen weerspiegeling in de zwarte bol, dat net een groot ravenoog lijkt. Dat is de ravenscepter. Iedereen schrikt van de onverwachte stem. Daar staat opa, rechtop in de deuropening. Zijn ogen staan helder en even lijkt hij een 30 jaar jongere man te zijn. Ik heb de schat van Raveneiland hier verstopt. Ik had altijd gehoopt dat Lara hem zou vinden. Maar nu hebben jullie hem dus gevonden, zegt opa. Ook een beetje door Lara, zegt Noah. Maar al die tijd wist u van de ravenscepter af? Zie het als een test, zegt opa. Om erachter te komen of jullie daadwerkelijk het avonturiersbloed van de familie Klaver hebben geërfd. En dat is dus zo, zegt hij trots. Nou, opa, u had dit wel eerder mogen vertellen, zegt Finn. De ravenman zit achter ons aan en zonder deze staf kunnen we hem niet verslaan. De ogen van opa Klaver worden groot. Is dat zo? Is het legendarische wezen echt ontwaakt? Ja, zegt Finn. We moeten snel terug naar Lara, want ze heeft onze hulp nodig. Finn trekt de ravensleutel uit de kastdeur en neemt de scepter mee naar buiten. Ze laten opa een beetje beduust achter in de galerie. Wat zouden we hiermee moeten doen? Vraagt Finn. Hij heeft zelf geen idee. Geen idee, maar laten we opschieten. Lara heeft ons nodig, jongens, antwoordt Noah. Ze rennen terug naar de mergelgrotten. Doodstil en geconcentreerd dalen ze af. In de smalle tunnel kijkt Noah Finn doordringend aan. Ben jij er klaar voor? Vraagt hij. Finn knikt, hoewel zijn handen zo heftig trillen dat hij bang is de scepter te laten vallen. Ze lopen door naar de grot van de ravenman, maar blijven dan als versteend staan. Lara, roept Noah. Lara hangt tegen een rotswand, omgeven door de ravenkoppen die eerder nog op de ravenman hadden gezeten. Haar ogen zijn gesloten. De ravenman zelf is nergens te zien. Tess rent naar Lara toe, maar
Maar zodra ze in de buurt komt, springt de ravenman plotseling achter haar op de grond. De ravenman pakt Tess bij haar armen beet en drukt haar tegen zich aan. Noah kijkt met verschrikte ogen naar Finn. "Nu, Finn," roept hij. "Doe iets!" Finn houdt de ravenscepter omhoog en loopt op de ravenman af. Wat moet hij ermee doen? Hij heeft geen idee hoe zo'n staf werkt. "De kracht van de raven," mompelt hij terwijl hij steeds dichter bij de ravenman komt. Zijn hart gaat als een bezetene tekeer. Dit is het beslissende moment. Als hij nu geen actie onderneemt, dan is het straks voor ieder van hen afgelopen. "Finn," roept Noah nog een keer. "Doe nou iets!" Finn houdt de ravenscepter omhoog en sluit zijn ogen. Hij denkt alleen nog maar aan de raven. Duizenden veren dwarrelen voor zijn ogen. Voor een ogenblik is hij op Raveneiland. Op de bodem van het magische meer waar Agnes Stervenslag de scepter vond. Hij staat achter Agnes. En zodra ze zich omdraait, staart hij recht in haar zwarte ravenogen. Finn opent geschrokken zijn ogen. Uit de bol van de staf schieten zwarte slierten die de ravenman helemaal inpakken. Tess springt naar achter en rent naar Noah toe. De slierten uit de scepter pakken de ravenman zo strak in dat hij wordt samengeperst. Steeds smaller en smaller. Finns ogen worden groot. Hij voelt de ravenscepter in zijn handen warm worden en opeens begint het voorwerp hevig te trillen. De ravenman wordt centimeter voor centimeter richting de scepter getrokken. Doodsbenauwd kijkt Finn naar de in slierten verpakte man. Hij ziet één groot blauw oog. En dan wordt de ravenman door de scepter opgeslokt. Er dwarrelen een paar veren door de grot. De ravenman is verslagen. Lara valt nu ook op de grond. En de koppen die haar gevangen hielden, lossen in het niets op. "Wauw, Finn," roept Noah, die naast Finn komt staan. "Je hebt het gewoon geflikt." Finn weet niets te zeggen. Hij lacht door zijn tranen heen. Het is gelukt. Niet veel later staan ze buiten, in het bos. De jongens ondersteunen hun tante. Ze heeft gelukkig geen blijvende schade opgelopen, maar haar been trekt nog wat van de harde val. "Dat was op het nippertje," zegt ze. "Toen de ravenman al die ravenkoppen van zich afsloeg, kon ik niet meer vluchten." "Wees maar blij dat Finn de ravenscepter wist te gebruiken," zegt Tess, die een boks tegen Finns rug geeft. Terwijl ze via het bos terug naar het château lopen, vertelt Lara over het schilderij van Agnes Stervenslag. "We zullen het nooit zeker weten, maar ik vermoed dat de ravenman in de scepter opgesloten zat op Raveneiland. Toen Agnes de schat vond, heeft ze hem in haar verwarde toestand bevrijd. Daarmee heeft ze een onlosmakelijke band tussen haarzelf en de ravenman gesmeed. Zij werd zijn meester. Dat zij vervolgens enkele maanden later stierf, moet hem gek gemaakt hebben van verdriet. Vooral omdat het zijn schuld was dat ze stierf. De raven van Raveneiland hadden haar behoorlijk verzwakt. En na haar terugkeer naar het château is Agnes nooit meer de oude geworden. Langzaam raakte ze verstrikt in haar eigen wereld en kon de ravenman geen contact meer met haar krijgen. Toen Lammert er ook nog eens voor zorgde dat de ravenman het grondstuk van het château niet meer kon betreden, moet dat hem alleen nog maar kwaader hebben gemaakt. En om te kunnen overleven zocht hij steeds nieuwe slachtoffers. Lara is even stil. Nu snappen jullie hopelijk ook waarom er een schilderij van Agnes in de grot hing. Toen ik deze zag hangen, wist ik meteen dat de ravenman achter de inbraak in het atelier van jullie moeder zat. Finn, Noah en Tess kijken Lara met open mond aan. "Denk je dat hij verliefd was op Agnes Stervenslag?" vraagt Tess. "Het klinkt alsof hij behoorlijk geobsedeerd door haar was." "Ach ja," lacht Lara. "Als je verliefd bent, kun je vreemde dingen doen." "Nou, ik hoop niet dat ik kinderen ga opeten als ik verliefd word," gruwelt Noah. "Ik hoop het ook niet," lacht Tess. "Maar, Lara, wist jij dat opa de schat al lang geleden gevonden had?" vraagt Finn. "Ik had zo'n vermoeden," antwoordt ze. "Ik heb mijn voorliefde voor avontuur niet van een vreemde." Finn is vooral opgelucht dat ze geen gevaar meer lopen. Eindelijk kan hij vanavond met een gerust hart naar bed. Vlak voor de ingang van het château keert Lara zich tot de kinderen. "Die ravenscepter is te gevaarlijk om hier te houden," zegt ze. "Wie weet wat er gebeurt als iemand deze vindt en de ravenman opnieuw bevrijdt. Ik zal hem persoonlijk terugbrengen naar Raveneiland, zodat de rust terugkeert en er niemand meer gevaar loopt." Finn geeft de scepter aan Lara.
Ik ben trots op jullie, tempeljagers, zegt Lara. Ook al was dit geen tempel in een ver land, het was net zo gevaarlijk. Jullie hebben de gevaren getrotseerd en de vijand verslagen. Daar moet iedereen hard om lachen. Wat een avontuur was het. En dat zomaar dicht bij huis. Agnes en Lammert Stervenslag zouden trots op hen zijn. Eindelijk is de wraak van Raveneiland voorbij. En is de rust in Château Ravenhorst teruggekeerd.